Nou, ik vind Utrecht wel een leuke stad, dus nou ja, als je dan onder de provincie Utrecht hoort, is ook leuk, toch? Ja, en want is het zo dat jij ook meer gefocust bent op Utrecht? Nou, niet zozeer meer gefocust, maar ik kom er wel veel en ik vind het altijd leuk om daar te zijn. Zuid-Holland natuurlijk. En waarom? Omdat we altijd wat over Zuid-Holland horen. In mijn gevoel zeg het en ik heb zo op school geleerd. Dus we gaan echt voor Zuid-Holland. Gaat u ook nog bezwaar maken? Nee, dat doe ik niet. Nee. Nee. Ja, dan vrees ik toch dat u uiteindelijk naar Utrecht gaat. Nou, dat zien we dan wel weer. Dan leg ik mijn eigen dubbel neer. Stand is 1-1. Mooi zo. Mijn gevoel zegt Zuid-Holland, omdat we daar al heel lang bij horen. En een waterrijk gebied zijn, Zuid-Holland ook. Ja, Zuid-Holland is mijn voorkeur. Winkelactiviteiten, dat gaan wij in Utrecht doen. Dat doen we nu al meer in Utrecht als in Zuid-Holland. Het is dichterbij, het openbaar vervoer is voor ons beter geregeld. Als je nou in Zuid-Holland te blijven, ja. Je moet of nog werken of naar Leerdam. Nou, dat is bijna niet mogelijk om daar te komen. Misschien ben ik wel het verkeerde paard aan het wedden, maar ja, mijn inzicht is dat het in de kant van Utrecht beter is dan de kant van Rotterdam. Je zal er niks van merken of je bij Zuid-Holland hoort of dat je bent ingedeeld of bij Utrecht, volgens mij. En de hond is er van nooit. En de hond is er van nooit. Jantje, kom eens terug. Gelukkig laat. Maar ik ben voor Zuid-Holland. En dat is historisch bepaald voor mij. Waarom? Nou, omdat het altijd Holland geweest is. En ik weet dat de Brederodes in het verleden heel goede banden met de Oranjes hadden. En dus met Holland, met de Graaf van Holland hadden. Maar ik vind het jammer dat nou Leerdam en Ameide, Cedric, nu meegaan met Vianen, mee zouden gaan met Vianen richting Utrecht. Want historisch klopt dat niet.